Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een What's on my iPhone. En ik heb super veel zin om deze video op te nemen, dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Dit is mijn iPhone en dit is de iPhone 6S. En ik ben er echt nog steeds zo erg blij mee. En het is de rosé gouden versie. En ja, ik vind hem gewoon super mooi en fijn. En trouwens, ik film gewoon met mijn hand. Want ik heb nog niet echt een standaard. En ik ga binnenkort eentje kopen. Dus daar ben ik ook al heel erg excited voor. En dit is mijn achtergrond. Je ziet Ariana Grande. Dus ik ben een super fan van Ariana Grande. En ja, dus dit is de achtergrond. Komen we bij het beginscherm en dit is mijn beginscherm. En zoals je ziet heel veel standaard apps, berichtdag en foto's, camera enzovoort. En ik heb hier ook twee mapjes, maar dit is allemaal niet zo bijzonder, want ja, dit is voor mijn fanaccount AGB Coco. Dus ik kon nu ook al even in beeld staan, maar dat is mijn Ariana Grande fanaccount. Dus als je het leuk vindt om mij daarop te volgen, dan kun je dat doen. Maar ik ga dus niet allemaal uitleggen wat het allemaal is. En trouwens, je ziet het goed, dit is alweer een plaatje van Ariana Grande. Dan heb ik hier nog eentje en het heet gebruik ik niet vaak. Omdat ik dit echt serieus bijna nooit gebruik. Dit is een Meta app voor school, Skype. Nou, dit is ook iets met video, ik weet niet meer zo goed. Dat kon je een dag gratis krijgen en dit ook. Dus ja, dat ga ik niet meer verwijderen, want anders moet ik daarvoor kopen. Shazam. En dit is ook nog een soort van puzzel app, Wordfeud of zo. En dit is Kanye Ketting. Dat kan ik wel even laten zien. Want ik heb kanker. En ik denk dat de meesten dat wel weten. En elke keer heb je dus ook een Kanye ketting. Een Kanye ketting is een ketting met allemaal kralen. En die kralen zijn zeg maar bedoeld. Een Kanye ketting is een ketting. En dat is zeg maar een soort van beloning. Die je dan krijgt als je behandelingen hebt. Zoals chemotherapieën. En dan heb je allemaal verschillende kralen. Dus een kral voor bloedprikken, een kral voor de chemo enzovoort. En ja, ik zal binnenkort ook al in de video laten zien van waar ik allemaal uitleg wat ik zeg maar heb en hoe de operatie en zo ging. Laat ik ook al even mijn Kanye ketting zien. En ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden. Maar laten we nu weer doorgaan. En dan heb ik hier nog voor mijn camera. Dus kan ik foto's en filmpjes hier naartoe sturen. En ja, voor de rest heb ik hier niks aan veranderd hier op dit balkje. En dan heb ik nog een mapje met extra's, maar ja, dat was ook gewoon standaard. Dan komen we hier en dit is mijn tweede kant, noem ik hem maar eventjes, natuurlijk. En dan heb ik Instagram, Snapchat en YouTube. En dan heb ik ook een fotogrid. Daar kun je je foto's mee bewerkt. Hier heb ik nog net een foto mee bewerkt. En ja, het is gewoon een hele leuke app. Dan heb ik Retrica. Kijk. En ja, dat is ook wel een app die de meesten kennen, denk ik. Dan heb ik nog Pixart, dus ook om mee te bewerken. Spotify. Dat gebruik ik nu niet zo vaak meer. Want ik gebruik meestal nu deze app en dat is iMusic. En deze is gewoon helemaal gratis en ook volgens mij ook zonder wifi. Dus dat is echt super fijn. En ja, hier staan mijn favoriete liedjes van nu. Vooral Ariana liedjes. En hier heb ik de iMovie waar ik mijn video's soms met mijn mobiel bewerk. Dan heb ik Musical.ly. Dit is mijn Musical.ly account, dus volg me eventjes. De app Horizon Go. En Horizon Go, dat is een app waarmee je, als je zeg maar Ziggo hebt, dan kan je hier dingen terugkijken, programma's. En dan heb ik SimCity en dat is een hele leuke
app. Het is een game. Ik zal even laten zien. En ik word niet gesponsord voor iets in deze video. Maar hier kun je dus je eigen soort stad mee bouwen. En dat is super leuk. Dan heb ik nog de app 1 tegen 100. Maar daar heb ik nog helemaal niks aan gedaan. Dat moet nog eigenlijk. Dan heb ik nog Dolphin Show. En dat is ook echt super cute. Want dan, het is een dolfijnenspel. Moet je allemaal door ringen. En dan moet je de bal aanraken en zo. Het is een hele leuke app. En het is zeker een aanrader. Dan heb ik nog als laatste de app Episode. En dat is een soort van... drama app eigenlijk. Want je hebt hier dus allemaal van die episodes. En ik ben bij deze. En het gaat dus, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het, Nee, ik het moet uitleggen, sorry. Maar als je de app zelf even downloadt, dan weet je wel, zeg maar, hoe het gaat. Of je zoekt het eventjes op YouTube. Dan was dit de What's on my iPhone video van mij. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. En nog een fijne dag. En als je gaat slapen, wel te rusten. Doei!